Dag beste kijkers, gisteravond en afgelopen nacht was het op de meeste plaatsen zwaar tot geheel bewolkt. Op een enkele plek klaarde het af en toe even op. Ook ontstond er nog plaatselijk wat mist. Maar later in de nacht verdween de mist eigenlijk omdat de wind begon toe te nemen. De minimumtemperatuur daalde naar 0 tot min 2 graden. De wind was in eerste instantie zwak, maar nam later dus toe naar matig uit zuidwestelijke richting. Vandaag was het op de meeste plaatsen een grijze dag. Later in de middag viel er in het noorden wat lichte regen en motregen. De wind die nam ook geleidelijk wat toe. Aan de kust nam de wind toe naar matig tot vrij krachtig en later zelfs krachtig windkracht 6 uit zuidwestelijke richting. Met de zuidwestenwind wordt geleidelijk wat zachtere lucht aangevoerd, zodat vandaag de temperatuur al opliep naar zo'n 8 à 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het geheel bewolkt en in het noorden van het land zou er nog een spatje regen of motregen kunnen vallen. De minimumtemperatuur daalt vannacht vrijwel niet en komt uit op zo'n 7 à 8 graden. De wind die neemt nog wat verder toe. Aan de kust komt een krachtige tot harde zuidwestenwind te staan. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig en waait uit zuidwestelijke richting. Vandaag is het zeker nog geen weer om heerlijk op een terras te gaan zitten, maar wie weet gaat dat het komend weekend wel lukken. Morgen is het over het algemeen ook een grijze en vooral in het noorden van het land een regenachtige dag. Het wordt wel zacht met maximumtemperaturen die oplopen naar zo'n 10 tot 12 graden. Morgen waait het hard, aan de kust een harde wind, windkracht 7 en boven de Wadden mogelijk enige tijd een windkracht 8, dat is stormachtig. Boven land is de wind krachtig. De ijsbaan ligt er nat en troosteloos bij. Een beeld wat we deze winter wel vaker hebben gezien. In het weekend ziet het er allemaal wat beter uit. De wind die neemt in kracht af en het wordt ook weer droog. Zaterdag laat de zon zich af en toe al even zien en het kwik loopt verder op naar 10 tot 12 graden. Zondag zou wel eens een hele aardige dag kunnen worden. Het is droog en er zijn flinke zonnige perioden. Dan zou het kwik in het zuiden op kunnen lopen naar zo'n 14 en misschien wel 15 graden. Dus dan kunnen we toch weer spreken van een beetje lente. Dit was het weer. Karel van der Wouw voor Ik op TV vanaf het Museumplein in Amsterdam.